breaking news. Historic breaking news. We are coming on the air with historic news. Als het over de vorige president gaat, Donald Trump, dan is het vaak groot nieuws. En nu zeker. Trump zal worden de eerste die met een strafverwijzing geconfronteerd wordt. Trump zal worden veroordeeld. Want Trump wordt als eerste oud-president ooit officieel beschuldigd in een strafzaak. America first. Wat is er aan de hand? Donald Trump was van 2017 tot 2021 president van de Verenigde Staten. Jaren daarvoor zou hij een geheime relatie met een vrouw hebben gehad, maar hij wilde niet dat mensen daarachter zouden komen voor de verkiezingen. Dus betaalde hij de vrouw in 2016 veel geld. En in ruil daarvoor zou zij niets zeggen over de relatie. Dat is niet verboden in Amerika. Maar wat Trump daarna zou hebben gedaan wel, want hij zou hebben gelogen over het geld. Hij zou hebben gezegd dat hij het geld gewoon voor zijn werk had gebruikt. En voor zo'n misdaad die met geld te maken heeft, zou Trump dus celstraf kunnen krijgen. Het maakt heel wat los bij Amerikanen. Tegenstanders van Trump vinden dat hij de gevangenis in moet. Het is gewoon een kwestie van tijd. Je kunt alleen liegen. So much. At some point it will catch up with you. I am feeling somewhat relieved. I think that I'm hoping that this is the beginning of something that will really bring down a very, very bad person. God bless the USA! Zijn fans vinden juist dat Trump onschuldig is. Ze denken dat wat er nu gebeurt vooral te maken heeft met nieuwe presidentsverkiezingen volgend jaar. Want daar wil Trump namelijk weer aan meedoen. They don't want the man to even make it to election day because they're afraid he's going to win with a landslide and I believe he will. Of Trump ook echt de gevangenis in moet, dat moet een rechter bepalen. Maar het is nog niet bekend wanneer die rechtszaak zou zijn.